Goedemorgen, welkom bij de Trading Dutch Marktflits. Het is vandaag vrijdag 21 april. Ik ga zo met je naar wat headlines. Niet zo heel veel van vandaag. En daarna lekker naar de technische analyse. Want die Bitcoin candle is wel erg door de trendlijn heen gebroken. Nou, hoe anticipeer ik op en waarom neem ik mijn beslissing? Ga ik je zo melden. Laten we snel van start gaan. Eens even kijken, wat had ik voor nieuwsberichten? Eentje die gaat over de wetgeving, namelijk die omstreden, of is het omstreden, baanbrekende crypto-wetgeving. Die is door het Europees Parlement goedgekeurd. De zogenaamde MiCA, Markets in Crypto Assets. De wetgeving treedt niet onmiddellijk in, hè, nadat het is goedgekeurd door de Europese Raad, kan het officieel tot EU-wetgeving worden gemaakt. Vervolgens zal de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, de ESMA, richtlijnen opstellen over het toepassen van deze regelgeving. En dat duurt eventjes. Zowel voor bedrijven als lidstaten, die moeten zich aanpassen aan de nieuwe regels. En de regels voor stablecoins worden van kracht in juli 2024, dus volgend jaar en een paar maanden. En sommige vereisten worden pas vanaf januari 2025 worden afgehandeld. Nou, wat het precies inhoudt, dat kun je zoeken op internet. Ik weet het ook nog niet uit mijn hoofd. Dat ga ik natuurlijk scherp in de gaten houden van wat houdt dat in voor ons traders. Maar het is wel belangrijk om te weten dat het is goedgekeurd. En niet zo'n klein beetje ook. 517 stemmen voor en maar 38 tegen. En 18 mensen hebben zich onthouden van stemming. Dus ja, het is... Ik ben benieuwd en natuurlijk weer een heel mooi bericht dat de Bitcoin koers in 2025 op 5 ton staat. Jee. Nou, oké. Okay. Verder niet zo heel veel zaken hier op de achtergrond bij mij, of achter mij, zie je een nieuw scherm van TradingView. Of althans, ik kreeg hem door in TradingView, laat altijd hier weten van wat is nieuw. Daar stond hij gisteren bij. Dus of hij al is aangepast en hij bestond al, dat weet ik niet. Als je even naar de homepagina van TradingView gaat, je klikt op Markets en dan Markt Overview, dan krijg je een leuke pagina. Afhankelijk van waar je in treedt, bij mij stond hij op cryptocurrency, dan heb je in één overzicht heb je, veel belangrijke zaken die je dan in één scherm in de gaten kan houden. Hè? De marketcapitalisatie, de Bitcoin dominantie, hoe gaat het daarmee? En de community trends, hè, de community van TradingView, wat is daar de trend, waar letten de mensen op, market cap ranking en de top gainers en de top losers. En wat opvalt bij deze, zie ik vandaag voor het eerst dat bij de gainers ook losers staan. Dat had ik nog niet eerder gezien. Bij stocks, zo zou ik hem verwachten. Hier zie je de hoogste stijgingen van de afgelopen dag of van het afgelopen uur. En hier zie je de hoogste dalers. En dat zijn interessante dingen als je naar nieuwe stocks op zoek bent. Hè? Je hebt een aantal trades lopen of helemaal nog niet. En je hebt ruimte over in je portfolio risico dat je nog een trade kan plaatsen. Ja, als je long wil gaan, kijk je naar welke is de afgelopen dag enorm gedaald. Hè? Want dat zijn vaak van die bounce momenten. En als je wil shorten, welke zijn enorm gestegen. Want daar vind je vaak je shortposities. Dus dat kan je dan in één oogopslag zien. Ik gebruik zelf regelmatig of coingecko.com of coinmarketcap.com om dat te zoeken. Maar dat kan dus hier ook. En ik vond het wel leuk om eventjes met jullie te delen. We gaan naar de technische analyse. In mijn vorige marktflits was de situatie zo... Plus hier een groene candle die hier omhoog ging. He, dus het was ik let altijd op een trendlijn die significant doorbroken wordt. Het is een beetje op de grens. Ja, wat is significant? Daar heb ik geen regels voor. Dat komt neer op gewoon op ervaring. En wat ik wil zien is dat ook zo'n doorbraak wordt bevestigd. Want het gebeurt maar al te vaak bij een trendlijn dat hij er doorheen gaat. En dan toch weer terugkomt. De zogenaamde fake out. Fake down, hoe je het wil noemen. Nou, dus gisteren was ik nog zo van, ik wil het eerst bevestigd zien. Hè? Mijn trades hadden over het algemeen een eerste target geraakt. En daar komt het belang van meerdere targets instellen. En niet pas op een echt flink
weerstandsgebied en daar je target plaatsen. Nee, ik pak altijd een target op het eerstkomende weerstandgebied wat ik tegenkom. En dat is soms maar 4%, soms maar 8%. En daar verkoop ik 25% van mijn inleg. Juist omdat ik zoveel ervaring heb dat de markt ineens kan omkeren. Dan heb je helemaal niks als je op dat hoogste target zit te wachten. Dus even kijken. Nou, uiteindelijk is gisteren ook deze doorbraak is bevestigd. De candle werd rood en die ging de low van eergisteren ging die voorbij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot van oké, ik bescherm mijn portefeuille, ik ga eruit. Net boven of rondom het instapmoment, dus dat was mijn geluk. Het komt ook vaak genoeg voor dat hij al onder het instapmoment is, maar dan wel nog boven mijn stoploss. He, want dat is een verandering, een dusdanige verandering in de markt dat ik denk van oké, ik ga niet wachten tot mijn stoploss is geraakt. Je moet wel uitkijken, want je plaatst niet voor niks je stoploss 1 ATR eronder. Als je niet, nou ja, je moet gewoon ervaring hiermee mee opdoet. Want anders snij je jezelf in de vingers dat je, omdat je rode candles ziet en dat misschien een beetje angst opwekt dat je eruit gaat en dat het alleen maar een bounce is. En daarna gaat hij weer door in de richting die je had bedacht en je hebt jezelf uit de trade gegooid. Dus daar moet je wel voor waken. Maar dat komt gewoon neer op ervaring. Traden, 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 traden. Dus ik ben eruit gegaan. Wat ik nu zie is een significante doorbraak van deze trendlijn. En gisteren leek het op support hier. Nou, hij is inmiddels weer een level lager en dit kan gewoon doorgaan. Hè. Als die hier verder naar beneden uitbreekt, hè, en er gaat dit gebied voorbij. Ja, weet je, we hebben hier nog een supportgebied. We hebben hier een supportgebied. Hierboven zou nog een supportgebied kunnen zitten. Hè. Maar ja, ik kan ze allemaal tekenen. Maar ik laat de candlesticks het mij vertellen. Straks, als die hier doorheen breekt, komt er een rode candle en die stopt ergens. En vervolgens wil ik bevestiging zien. En dan wordt dat het gebied. Maar ik weet wel dat ze er zitten, want dat zie je gewoon. Ik hoef niet overal streepjes te trekken, want dan wordt mijn analyse onduidelijk. Heb ik ook nog in mijn achterhoofd de gap, de CME gap. En die zit helemaal op de 20.300. Ja, en in theorie wordt die ook nog gesloten. Hè, dus dat kan allemaal die kant op gaan. Is dat een garantie? Nee. Ik laat de candlesticks het mij vertellen, want voor hetzelfde geld ziet Bitcoin of zien de mensen, hè, de traders, dit als dusdanig supportgebied dat het tot hier blijft en dat hij van hieruit weer naar boven gaat en toch weer verder treedt. Ik ga pas handelen als ik duidelijkheid heb, dus ik heb er besloten om mijn trades te sluiten en te wachten op een duidelijke nieuw level en dat hij weer omhoog gaat of een duidelijk level dat hij echt hier naar beneden gaat en naar die andere levels, want dan zou ik weer een short kunnen plaatsen. Dus op dit moment laat de candlesticks zich maar vormen de komende dagen en dan gaan we zien hoe ik daarop anticipeer. Dat was het voor vandaag. Heb je vragen, stel ze me gerust. Ik antwoord altijd. En zo niet, dan trek je me weer aan mijn jasje, want dan gaat dat echt per ongeluk. En voor nu wens ik je dan een heel fijn weekend. Ik hoop dat het beter weer wordt. En succes. Hoi.